De eerste editie van de Suripop Christmas Edition is gisteren gewonnen door componist Humphrey Cowlin. De bekende muziekauteur schreef het lied Nasomi Wanfushi Krisneti. Vocalist Tarnas Amareo presenteerde het lied voor een goed opgekomen publiek. Odette Miranda, voorzitter van de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur, zei dat de jury het moeilijk had met het kiezen van een winnaar voor de nieuwe competitie van de organisatie. Na 45 jaar is het vaandel overgedragen en zien wij het als meer dan onze taak om het erfgoed dat is opgebouwd voor te zetten en ervoor te zorgen dat de Suripop spirit groeit en uitgroeit. A journey of 1,000 miles starts with the first step. We hebben de eerste stap gezet op de weg naar groei, vernieuwing en uitbreiding. Allemaal met het doel het Surinaams talent te stimuleren, in de spotlight te zetten en de kans te geven hun vleugels uit te slaan en het Surinaamse erfgoed mee te nemen naar de rest van de wereld. Dit zal onze journey zijn. Vanavond is de first step met de introductie van onze nieuwe competitie. Meer is nieuw. Een nieuwe competitie. Suripop, om de mooiste periode van het jaar nog feestelijker te maken. Maar dan meer met een Surinaamse flavor. Miranda zei dat met de show gewerkt wordt aan vergroting en verrijking van Surinaams erfgoed. Op de tweede plaats eindigde Orniel Malone met het lied Arki Denjenjing. De derde plek was goed voor de componist Jennifer Naarden met het lied Amoro Moiting. En tot zover dit gedeelte van het ATV-journaal.